Het Nieuws Dent schreef van dinsdag 3 oktober. De gemeente gaat geluidshinder van het verkeer aanpakken. En hoe kun je het beste stoppen met roken? Verslaafd zijn aan de sigaret is verslaafd zijn aan nicotine. En dat is ook voor een stuk een mentaal proces. En als je dat kunt doorbreken, dan kun je ook stoppen met roken. Goedenavond. De afvalzakken voor plastic afval zijn op. In bijna geen enkele supermarkt in Enschede waren in de afgelopen week milieuzakken verkrijgbaar voor plastic en voor verpakkingsafval. Volgens Twente Milieu zijn de plastic zakken een tijdje moeilijk leverbaar geweest. Ook omdat de vraag naar de zakken veel hoger is dan verwacht. Twente Milieu heeft weer nieuwe zakken binnen en die worden nu over alle ophaalpunten verspreid. In Dordrecht is gisteravond een 26-jarige man uit Enschede aangehouden. Hij had een geladen vuurwapen bij zich en hij had nog een gevangenisstraf openstaan. Ook twee mannen uit Eindhoven zijn opgepakt. De drie reden rond in een oude auto met een kapotte koplamp. En toen agenten de gegevens van de drie natrokken, bleken het bekenden van de politie te zijn. De Enschedeer wilde nog vluchten, maar agenten grepen hem al snel. De Welkoop gaat verhuizen. De winkel gaat van de Raiffeisenstraat naar het woonplein op het Schuttersveld. Naar het pand waar ooit supermarkt Super de Boer in zat. Het huidige pand behoort tot het Coberco-complex, eigendom van de Rabobank. Hier moeten zo'n 50 woningen komen, maar voor onder meer de panden van de Welkoop, Mediant en het Mystiek Theater gesloopt gaan worden. De gemeente gaat op 7 plekken in de stad geluidshinder door het verkeer aanpakken. Een actieplan geeft in totaal 11 locaties aan, waar het geluidsniveau op de gevels boven de 63 decibel uitkomt. En met geld van het Rijk kunnen nu 7 van die 11 locaties worden aangepakt, waaronder woningen langs de Van Heekstraat in Twekkeleveld. Heeft u wel eens last van het verkeer op de straat? Heeft u daar geluidsoverlast van? Nee. Nee, ook niet? Nee, dat valt wel mee. Misschien dat je er aan wint, maar ik heb er geen last van. Het is doorgaande weg voor de wijk, dus ja, dat is wel druk, maar qua geluidsoverlast geen last van. Ja, heel erg. Heel erg? Ja. Oké. En nu had ik begrepen dat de gemeente wel een aantal maatregelen wilde nemen. Heeft u daar iets van gehoord? Nee, ik heb wel toevallig via de gemeente heb ik een enquête ontvangen. En die had ik wel ingevuld. Dat ging dus ook over de snelheid en met betrekking tot fietsers en inderdaad het verkeer op straat. Dus u zegt, de snelheid kan wel echt veel minder. Ja, absoluut, absoluut. Ja, vind ik ook. En ik vind, weet je, dan zou je het stuk wel langer 30 kilometer kunnen maken, maar goed. Ik denk niet dat dat veel uitmaakt. Ik denk dat er echt wel iets van verkeersdrempels moeten of iets wat de snelheid echt mindert. Want zo'n bord met 30 doet echt niet veel. Nou, het lijkt me simpel dat het geluid zal me niet zoveel uitmaken. Maar vandaag of morgen gaan ze hier iemand doordraaien. Een kind of wat oversteekt. Ik bedoel, de maximale snelheid is hier 50 km per uur. En hier rijden ze zo af en toe met 80, 90 door de straat heen. Dus nou, dan kun je het zelf invullen of niet? Ja. Okay. Wat mij gewoon heel erg opvalt is dat er dus automobilisten zijn die echt heel erg hard rijden. Ongeacht of het 30 kilometer zone is. Er spelen ook heel veel kinderen in de wijk. Dus weet je, daar wordt ook niet altijd rekening mee gehouden. Wat mij daarnaast ook wel opvalt is dat het vaak ook de eigen bewoners zijn. Dus die doen daar eigenlijk ook wel hard aan mee. Het is Stoptober. Dat is de maand waarin rokers proberen te stoppen met roken. En ook in Enschede hebben verslaafden daar moeite mee. Wat kun je nu het beste doen als je wilt stoppen met roken? Er zijn op dit moment nog steeds meer dan 3 miljoen rokers in Nederland. En van die 3 miljoen doet eigenlijk ieder jaar ongeveer 1 miljoen rokers, dus 1/3, doet een stoppoging. Van die 1 miljoen rokers lukt het maar 10% om een jaar lang rookvrij te blijven. Dus verslaafd zijn aan de sigaret is verslaafd zijn aan nicotine. En dat is ook voor een stuk een mentaal proces. En als je dat kunt doorbreken, dan kun je ook stoppen met roken. De LNK-methode is een methode die in de basis een gedragsgeoriënteerde aanpak heeft. We leggen heel goed uit
hoe dat verslavingsproces en aan die nicotine, hoe dat in elkaar zit. En we gaan vervolgens in op allerlei gedachtes die bij jou een rol spelen om iedere keer toch opnieuw die sigaret te mogen pakken. De eerste tip zou wat mij betreft zijn van nou, probeer ook in ieder geval bij jezelf na te gaan van waarom je rookt en wat voor jou belangrijke momenten zijn waarop je rookt. En probeer daar eigenlijk van te zeggen van nou, heb ik dat nodig of heb ik dat niet nodig? Tip 2 is, gaat niet alleen op wilskracht doen, maar probeer ook de motivatie te vinden om te zeggen van nou, ik ben straks een blije, opgeluchte niet-roker. Ik ga mezelf niet van alles ontzeggen. En een derde goede tip is denk ik van nou, ga niet allerlei dingen tegelijk doen met nicotinepleisters, met laserstop, met de gedragstherapie, alles door elkaar. Probeer gewoon een goede keuze te maken en weeg af wat voor jou een goede methode is. En dan nog even naar Boekelo, want daar is nu de opbouw in volle gang voor de Military. En dat mag ook wel, want morgen dan begint het paardentopsportevenement al met de keuring van de paarden. De Military is dit jaar op een nieuwe locatie, het Thesinkbos. En TVN Schede FM doet ook dit jaar uiteraard weer verslag. 4 dagen lang, van donderdag tot en met zondag, is de Military te volgen bij ons op radio en op tv. En dan nog het weer. Op een enkele bui na bleef het vandaag droog en ook vanavond is het droog. Het koelt de komende uren af naar een graad of 11. De komende dagen blijft het bewolkt. Vooral op donderdag en vrijdag regent het volop. Het is overdag een graad of 13, 14. En tot zover het nieuws uit Enschede voor vandaag. Nu is het NOS Nieuws in 60 seconden. En daarna de Vrije Republiek Twente met Jan Medendorp. Ik wens u een fijne avond verder.